2000 jaar geleden wordt Jezus Christus geboren. 750 jaar daarvoor sprak Jesaja de volgende woorden. Want een kind is ons geboren. Een zoon wordt ons gegeven. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titel zijn. Wonderbare raadgever. Machtige God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. En wie is zijn naam? Koning Jezus. Hartelijk welkom allemaal. Lieve vrienden. Wauw, volle bak. Heerlijk. Misschien kom je al een tijdje. Hartelijk welkom. Misschien ben je vanavond voor het eerst. Hartelijk welkom. Misschien kom je af en toe. Hartelijk welkom. En ook thuis. Misschien lukt het niet om hier te komen. Misschien heb je een hele goede reden om thuis te zijn. Hartelijk welkom. Ook thuis. En voel je verbonden in Jezus' naam. Het is gewoon heerlijk om bij elkaar te zijn. En deze tijd met elkaar te hebben. Kerst 2023. Hoe is het met je? Weer een bewogen jaar. Misschien wel een moeilijk jaar. Misschien wel een prachtig jaar om feest te vieren. Misschien wel een jaar vol uitdagingen. Maar ik sta hier vanavond. En in dit jaar, hoe het ook met je is, we hebben Koning Jezus nodig. En daarom zijn we hier vanavond. Kerstnacht. Wauw, hè. Ik weet niet hoe jullie hier zag komen. Met welke verwachtingen. Als ik over kerstnachtdienst nadenk, wou dat ik over heerlijke kerstliederen zingen. En als ik eerlijk ben, mijn ziel, die juicht ervan. Wauw. Die juicht ervan. Als ik eerlijk ben, waar heb ik nog veel meer zin in vanavond. Om Jezus alle lof en eer te geven. En hem te aanbidden. En dat gaan we doen vanavond. We gaan heerlijk met elkaar aanbidden. Er gaan getuigenissen klinken over wat Jezus in hun leven heeft gedaan. Nou, ik heb er echt enorm veel zin in. Wie er gaat spreken? Oh, oh, oh. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, en Jezus staat centraal vanavond. Ja. Ik moest ook denken aan mijn mooie vrouw Esther. Woe! Ik moest denken aan koningin Esther vanmiddag. En dat was een beetje gek, want het gaat over Jezus. Maar ik moest denken aan koningin Esther. En ze stond voor een onmogelijke opdracht in haar leven. En een geliefde oom van haar, die sprak tegen haar. En die zei, je bent geboren precies voor een tijd als deze. Je bent geboren precies voor een tijd als deze. Ja, leuk hè, we zijn nu heel veel jaren verder. 2000 jaar na de geboorte van Jezus. Zijn we allemaal geboren precies voor een tijd als deze? Met welke reden? Wat wil Jezus vandaag, vanavond, tot jou zeggen? Ik kijk er enorm naar uit. Ja. Zullen we samen bidden? Dank u, lieve Jezus. Wat is het heerlijk om vanavond samen te zijn. Wat is het heerlijk om te denken dat u 2000 jaar geleden naar de aarde kwam. Gewoon als een baby. Om bij ons te zijn. Maar dat had een doel. U had een doel. De weg naar de Vader vrij te maken. Dat mogen we vanavond gedenken. En Jezus, ons hart springt op. Als we weten wat u voor ons heeft gedaan. Wat u voor mij heeft gedaan. En ik bid Heer Jezus vanavond. Dat zal doorklinken door alles heen. Heer, want u bent ons alles waard. U bent ons alles waard. Jezus Christus van Nazareth. En ik bid dat u tot uw doel komt. Tot in ieder van ons. Voor iedereen die hier in de zaal is. Maar ook voor jou en voor u thuis. Als je thuis meekijkt. Heer, we zegenen de avond. En we bidden dat alles tot eer van uw naam zal zijn. In Jezus naam. In Jezus naam. We gaan beginnen.
De avond valt. Het is donker in de stad. En het is vol. Heel veel mensen zijn teruggekomen naar Bethlehem om zich te laten registreren. Want de keizer die wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Zo begint het kerstverhaal ook voor Jozef en Maria. Ze lopen door de straten op zoek naar een plekje om te slapen. Maar alle huizen zijn vol. En Maria, hoogzwanger op een ezel, wil snel ergens terecht. Dan is er een herbergier die zijn laatste plekje aanbiedt. Warm, droog, bij de dieren in de stal. Jozef en Maria settelen zich. En op het moment dat de bevalling inzet, hoor je geroezemoes in de straten. Het klinkt gezellig, al hoor je hier en daar ook een eeuwenoude familieruzie. Oh, maar hoor je dat? Er huilt een baby. Maria's kindje is geboren. En als je goed kijkt, zie je dat alle sterren in de lucht gaan stralen. Doen jullie mee? En ze gaan steeds feller en feller stralen. En in het nabijgelegen veld komen de engelen aan de hemel. En ze zeggen, het is waar. En de herders horen dat de belofte van God die hij bijna 1000 jaar eerder deed, is uitgekomen. Jezus is geboren. De Messias is hier. Onze redder is er. De sterren blijven stralen. En als je goed kijkt, zie je dat de liefde van God is neergedaald. In een kribbe als een klein kindje. Is het niet prachtig? En nu, zoveel jaar later, stralen de sterren nog steeds. En ze getuigen nog steeds van de liefde die hier gekomen is. En als je heel goed luistert, dan is het net alsof de sterren zingen, kom, kom, het is tijd. Het licht is gekomen voor jou en mij. Kom, kom, het is tijd voor hoop in de wereld die nooit verdwijnt. Want de sterren aan de hemel wijzen mij naar het kindje in de kribbe, zo dichtbij. En de sterren aan de hemel voor de wereld, voor altijd. Kom, kom, het is tijd. Je hoeft je niet te schamen, niet bang te zijn. Kom, kom, het is tijd. Tijd voor een nieuw leven, voor altijd vrij. Op de sterren aan de hemel wijzen mij naar het kindje in de kribbe, zo dichtbij. Naar de sterren aan de hemel wijzen mij op zijn liefde voor de wereld, voor
geboren voor jou en mij. Kom, kom, het is tijd. Zet je hart maar open, hij is erbij.
verschijnt door de wolken. Dit is de nacht dat zijn leven begon. Een sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat hij kwam en het kwaad overwon. Straalend breekt
Wat voor mooier cadeau kunnen we Jezus geven dan onze aanbidding? Dank jullie wel. Ja, sorry dat ik dit mooie deel even onderbreek, maar weet je, 2023 jaar of langer, iets langer geleden, wordt er een baby geboren, Jezus. Amen. Amen. Maar hoe kan het dat een baby zo klein nu nog steeds zoveel impact heeft? Ik bedoel, als jullie het verhaal een klein beetje kennen, dan weet je dat Jezus op een gegeven moment ook gestorven is en weer is opgestaan. Misschien denk je wel, als je dat hoort, ja, ja, dat zal wel. Dat mag je denken. Ik ben voor je op onderzoek uitgegaan en voor deze dienst heb ik een paar mensen gesproken die ik een vraag stelde. Want wat zou er nou gebeurd zijn als Jezus niet geboren was? Nanja, waar zit je? Nanja wil wat delen hierover. En dat vind ik super dapper, dus geef haar even een hartelijk applaus. Want ik stelde deze vraag ook aan jou. Ik stel hem je nu nog een keer. Wat zou er met jou gebeurd zijn als Jezus niet was geboren? Dat zou ik niet meer leven. Dan zou jij niet meer leven. Poeh, dat vind ik nogal een pittig antwoord. Kun je iets vertellen over hoe dat zat? Ja, nou, na mijn scheiding kwam ik op een driekamerappartement terecht met mijn kinderen. En moest ik uitvinden wie ik zelf was. Maar wie was ik? Ik begon weer uit te gaan. Ik liet eigenlijk wel veel mannen toe in mijn leven. Ik begon meer alcohol te drinken. Maar als in heel veel alcohol? Als in verslaving? Als in verslaving. Mijn verslaving werd desastreus. En machteloze verslaving. Wat is er daarna gebeurd? Want die verslaving, ik weet dat je hem bent aangepakt. Je hebt hem aangepakt met afkikklinica. Wat is er daarna gebeurd? Daarna ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. En moesten artsen aan mijn ouders vertellen dat ze niet zeker wisten of ik het zou overleven. En zijn er nog voorgangers uit in het ziekenhuis gekomen om mij te salven met olie. Nou, duidelijk is dus dat het nog mijn tijd niet was. Amen, je staat hier nog. Yes. Maar wat heeft Jezus dan daarmee te maken dat jij hier nog staat, denk je? Ik kreeg, na het ziekenhuisperiode, kreeg ik op een zeer wonderbaarlijke wijze kreeg ik een huis toegewezen in Soest. En kon ik weg uit mijn gebruikersflat in het Soestkwartier. Zal ik je helpen? Je vertelde mij ook in het voorgesprek dat je mensen om je heen kreeg die voor je gingen bidden. En dat er een vrouw was die je mee vroeg naar de Bijbelschool. En dat er ook een vrouw was die iets heel speciaals tegen jou zei toen je dat veel te grote huis in Soest kreeg. Dat wilde ik wel vertellen, ja. Ik was op weg. Ik was op weg te vertellen. Toen ze, ja, kregen dus een huis toegewezen in Soest. En maar het huis dat was heel erg groot. En ik vertelde aan een vrouw uit de gemeente van, dit huis is echt veel te groot voor mij alleen. En zij vertelde mij dat op het moment na een jaar mijn kinderen weer terug zouden zijn. Want je kinderen woonden niet meer thuis. Je had eigenlijk heel weinig contact met ze.
En ze zei, Nanja, ze komen over een jaar zijn je kinderen weer terug, hier in dit huis. Hoe gaat het nu met je dan? Nou, nu gaat het heel erg goed. Ik geloof... Jezus heeft je vrijgemaakt van de alcoholverslaving. Hij heeft je genezen. Je bent hartstikke hard aan de slag gegaan met al je issues. Ja, je bent gaan bidden, je bent de Bijbelschool gaan doen. Je bent echt compleet vernieuwd van binnen. Klopt dat? Dat klopt, ja. Het allermooiste is, mijn kinderen zijn weer thuis. Dat heeft niemand gehoord, denk ik. Nog een keer. Het allermooiste is dat mijn kinderen weer thuis zijn. Amen. Wauw. Wat een ander leven met Jezus dan wanneer die er niet zou geweest zijn voor jou. Wauw, wat een getuigenis. Dank je wel, Nanja, dat je dit wilde delen. Oh, dan moet ik echt ook gewoon schakelen. Hè? Ik word geëmotioneerd van een moeder die hier staat te vertellen dat haar kinderen niet meer, dat er geen contact meer was. En dat er dan een jaar later het huis gevuld is met kinderstemmen. Hoe fijn en hoe tof en wat een zegen is dat. Echt amen. Dank u, Heer. Ik heb nog iemand gesproken. Dat is Suzanne. Waar zit jij? Daar ben jij. En ik heb Suzanne dezelfde vraag gesteld. Suzanne. Je mag gaan staan. Nogmaals, het is ook voor haar super dapper dat ze hier durft te delen. Het is heel kwetsbaar. Dankjewel. Susanna, als Jezus niet was geboren, wat was er dan gebeurd met jouw leven? Dan waren, waren ik en mijn man niet meer bij elkaar geweest, denk ik. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat wil ik wel over vertellen. Ons huwelijk was eigenlijk vanaf het begin wel vrij kwetsbaar door allerlei dingen. En op een gegeven moment was het zo dat we te maken kregen met langdurige ziekte. En ja, die periode heeft ons nog verder uit elkaar gedreven. En daardoor raakten wij elkaar gewoon helemaal kwijt. En toen is er ook echt sprake geweest van scheiden. Ja, of dat dan een oplossing zou zijn om te scheiden. Maar dat is niet gebeurd als ik jou zo hoor. Nee, dat is niet gebeurd. Mijn man is helaas ziek, anders was hij hier naast mij. Maar hij ligt... We zwaaien even. Hoi. Dankjewel dat we er mochten lenen. Ja. Nou ben ik even de draad kwijt. Wat is er gebeurd? Dat het niet zo, dat jullie niet zijn gaan scheiden? Ik heb zelf altijd heel erg geloofd in een goed of in het huwelijk op zich, zeg maar. Dat heeft mij ook heel lang op de been gehouden eigenlijk, want ik geloofde daar gewoon in. En ik had echt zoiets van God heeft het huwelijk bedoeld en dus kan het ook goed gaan. Het mag zelfs een afspiegeling zijn van zijn liefde voor ons. En alleen op lange termijn werd ik daarin steeds onzekerder. En ik begon echt te twijfelen van, misschien is het dan toch niet waar. En op een gegeven moment zijn wij eigenlijk de wanhoop nabij. Hier in de gemeente hebben wij gehoor gegeven aan oproep om voor ons te laten bidden. Wij hadden zoiets van, we kunnen niks meer verliezen. En laten we dat maar doen. En toen heeft God ons een heel lief echtpaar op ons pad gebracht. Dus, en dat is de redding, of door hun is de redding gekomen. Dus Jezus voorzag in mensen die jullie konden helpen en begeleiden. We zijn bij hun een soort van cursus gaan doen. En daarin hebben we geleerd... En hebben we weer mogen ontdekken hoe groot Gods liefde is voor ons. En we mochten samen ook met elkaar en met Jezus erbij, mochten we dingen gaan opruimen. We mochten elkaar vergeving vragen, ook voor de dingen die we niet goed hebben gedaan. En zo is de liefde weer
Ja, is de liefde weer gaan stromen, zeg maar. Is er weer ruimte gekomen. Ja. En je geloof weer teruggekomen? Ja, dat is echt wel. Ja, dat heb ik echt weer terug. Ja, ik geloof ook echt in huwelijk. En in jullie huwelijk? En in ons huwelijk, ja. Wauw. Heel mooi. En hoe gaat het nu met jullie dan? Laatste snelle vraag. Het gaat nu ook goed. We zijn er nu bijna een jaar verder, denk ik. En we hebben iets minder dan een jaar geleden hebben we elkaar weer opnieuw de belofte uitgesproken. Dat hebben we in ons gezin gedaan en met mensen erbij die dit proces ook mee hebben gemaakt. En dat hebben we gedaan ook juist om voor onze kinderen om ze te laten zien van, dat we echt voor elkaar kiezen. Weer en ook om de negatieve woorden die er al die jaren ook naar elkaar toe zijn uitgesproken, om die weg te doen en voor positieve woorden daaroverheen te spreken. Wauw, wat mooi, dankjewel. Zo, wat een getuigenissen. Ik ben er een beetje stil van dat de geboorte van een klein kindje zoveel impact heeft op de wereld en op mensen. Hoe fantastisch is dat? En alle eer aan hem. Dank u, Heer. En als ik het zo hoor in deze twee verhalen, dan lijkt het wel een klein beetje op dat wat Jezus eigenlijk ook heeft doorgemaakt. Hij werd geboren. Hij moest sterven aan zichzelf en hij is weer opgestaan. En ik geloof dat we allemaal, wie of wat ook, dat we daartoe bedoeld zijn. En dat Jezus ons helpt daarbij en een helper geeft waardoor dat kan. Ik heb antwoord op mijn vragen. Wiebren, het is tijd voor jou. Wauw, Danielle. Als ik, terwijl ik zo meekijk op de beamer, want je werd gefilmd, zie ik daar zo in dat vak, zie ik daar iemand en daar iemand en daar iemand. En toen je daar filmde dat vak, zag ik daar iemand en ik ken hun verhalen. Jij kent ze misschien ook wel. Het is zo geweldig. We hebben hier een zaal vol verhalen van hoe goed God is. Is het niet ontzettend gaaf? Weet je, dankjewel. Ik wil jullie gewoon ook aanmoedigen. Vertel elkaar je verhaal. Wat God in je leven gedaan heeft. Amen. Zullen we gewoon even gaan staan in onze Heer Jezus en een enorm applaus geven? Zitten. Oh, dank u wel, Jezus. Heer, zoals Michal ook al zei, dragen we deze tijd op aan u, Jezus. En ook dit korte woord draag ik op aan u, Jezus. Heer, ik bid dat het gewoon mag zijn tot zegen van uw hart. Dat alles wat we hier doen en zeggen, alles wat ik zeg, dat het uw hart mag zegenen, Heer. Dat het uw woorden mogen zijn die krachtig werken, Heer. Heer, we maken er een feestje van. We kleden het mooi aan. We kleden onszelf mooi aan. Heer, maar uiteindelijk draait het gewoon om u. En dat wij u zoeken en vinden. En dat u ons zoekt en vindt. Tot een eeuwige relatie met u, Heer. Ja, wauw. Ik werd gebeld door... Nou nee, het was niet eens een belletje, het was een appje van Shelley. Toen ik met Maya op het strand liep, een paar maandjes terug. Pling. Waar gaat kerst over? En
we liepen daar en ik zei, Heer, waar gaat kerst over? En ik hoorde in mijn geest direct, kom, kom. Echt een stem, ik weet niet eens of ik de klank kan vertolken van die stem die ik hoorde. En dat raakt me nog steeds als ik die klank hoor van die vaderlijke stem. Die roept met zo'n diep verlangen, kom. Maar ook zonder oordeel, kom. En ook met autoriteit, kom. Het is tijd, het is tijd. Weet je, het woord kom intrigeert me sinds die tijd. Als wij gebruiken het woord zelf ook heel veel. Kom maar lieverd, kom, fiets eens door. Of, kom, eten nu! Dat je het echt zat bent, en die vader, die ik ook wel eens ben geweest, sorry. Of kom jongens, de Bob die zijn aangeschoten vrienden meeneemt voordat het erger wordt. Kom, kom nu meekomen. Er zit een stuk autoriteit in. Of het kom, kom eens hier, dan maken we het weer goed. Kom eens dichterbij. Voor een huk, na een ruzie. Voor een huk, omdat je elkaar op afstand gehad hebt. Of kom, die uitnodiging die door de brievenbus valt, waarop staat, kom je ook? Ik vier mijn feest. Kom je ook, de uitnodiging. En als God kom zegt, dan zitten al die klanken erin. Dat is wat ik hoorde. Kom van God. Kom is volgens het Nederlandse woordenboek een gebiedende wijs. Kom, uitroepteken. Het is een opdracht. En wij mensen houden niet zo heel erg van opdrachten. Zeker Nederlanders die wij zijn, veel van ons, meeste van ons zijn Nederlanders, die houden niet van opdrachten. Wij willen vrij zijn. En het mooie is, we zijn vrij. We hebben een keuzevrijheid gekregen. En dat zie je al aan dat kleintje van 3. Julia heeft zo'n grappig filmpje wat we regelmatig bekijken. Waar zo'n kleintje op een 3-wieletje naar de speeltuin gaat. Ja, ik ga wel naar de speeltuin. Nee, jij gaat niet naar de speeltuin. Ja, ik ga wel naar de speeltuin en jij moet weg. Ik ga nu. En wat voor autoriteit heb je dan als vader als je zegt, kom. Maar dat kind heeft op die leeftijd al keuzevrijheid om te zeggen, ik doe het wat mijn vader zegt, of ik doe het niet. En dat hebben wij ook, keuzevrijheid, als God de Vader zegt, kom. Ik dacht ook na over, wat betekent het eigenlijk, wat gebeurt er eigenlijk bij mensen als je zegt, kom. En ik ging bij mezelf na, er is een hele snel motortje wat gaat draaien. En het is, je maakt eerst een afweging. Er zijn heel veel overwegingen, die zeggen dat niet, dat wel, voor nadelen. Wil ik dit, ben ik toch zelfstandig, ga ik nou me laten orderen door mijn vader of door die persoon. Heel veel afwegingen. En dan komt er een beslissing. Ja, ik doe het. Nee, ik doe het niet. En bij de ja, ik doe het, hoort er de consequenties. De consequenties aanvaarden van je beslissing. Want dat hoort er ook bij. En dan komt de actie, het doen. A, B, C, D. Afweging, beslissing, consequenties aanvaarden, doen. En toen Jezus in de hemel was, ging hij diezelfde ABCD door. Filippenzen 2 vers 6 zegt, hij, Jezus, was God. Maar hij vond dat niet zo belangrijk, dat hij het niet kon loslaten.
zegt de basisbijbelvertaling. Interessante vertaling. Hij vond het niet zo belangrijk dat hij het niet kon loslaten. De afweging. Nee, hij heeft zelf al zijn goddelijkheid afgelegd. De beslissing. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. De consequenties aanvaarde hij. Hij werd helemaal mens. Hij ging het doen. Ik ga het doen, ik ga naar de aarde en ik ga het doen. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot in de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Hoe heftig. Jezus wist dat er consequenties zaten aan zijn beslissing. En toch ging die. Duizenden jaren op grond van beloftes bad het volk Israël voor de komst van de Messias. Kom, Messias, kom. En op een dag zei vader, het is tijd om te gaan zo. En hij moest de consequenties aanvaarden, maar dat wilde hij ook. En hij komt, en hij komt weder. Is dat niet geweldig? Jezus kwam uit de hemel naar de aarde en dat vieren we vandaag. Hij kwam om te redden en om te bevrijden. En dan staat er in Matteüs 2 vers 1, er kwamen er nog meer mensen, die hoorden de kom. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, kwamen er sterrenkenners uit het oosten naar Jeruzalem. Zij hoorden een kom. Zij hadden een afweging gemaakt en een beslissing. Ze hadden de consequenties van een lange reis hebben ze aanvaard. En ze zijn gegaan. En dat komen van Jezus had een enorme hoop consequenties. Het bracht een enorme opschudding. We lezen in die tekst, Matteüs 2, lezen we dat Herodes er niet blij mee was. Hij was bang. En dat kleine babytje gaf al een enorme opschudding, toen al. Die komst, die beslissing, een enorme opschudding. En die sterrenkenners, hun beslissing had ook consequenties. Zij werden het politieke en het religieuze systeem ingezogen. Ze werden voor het karretje gespannen van Herodes, maar ze lieten het niet toe, omdat God zei, ga met een omweg terug naar huis. En dan lezen we verder. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Die zei, kom, totdat hij kwam en stond boven de plaats waar de jongen was. Jezus in de kribbe. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Zij gingen het huis binnen en zagen de jongen met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden hem. Ze hadden al zo'n ontzettende verwachting. Dat toen zij een kleine jongen in een simpele kribbe, in een stadje, helemaal niks koninklijks, zagen. Dat ze op hun knieën gingen en aanbaden. Oh, come, let us adore him. Dat lied heeft me de hele week heeft dat in mijn hoofd gezeten. En vandaag zong het. Oh, come, let us adore him. Christ our King. Als je weet wie dat is, die daar ligt. De belofte. En als je weet voor jouw leven wie er gekomen is, de belofte, dan aanbid je hem, dan ga je op je knieën. Psalm 95 zei al, kom mee naar de Heer, laten we ons diep voor hem buigen. Laten we knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. En als fast forward in zijn leven. Jezus zei, en dat, ik heb een aantal teksten opgezocht waar ook, kom staat, waar God ons uitnodigt om te komen. Een hele bekende tekst is dat Jezus zegt, kom allen die vermoeid en belast zijn. In de basisbijbel staat er, kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je moe bent, lieve broer en zus. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. We hebben zojuist twee getuigenissen gehoord. Maar veel meer mensen hier kunnen getuigen. En misschien is jouw verhaal wel onderweg naar een getuigenis dat Jezus vanavond zei, kom,
als je vermoeid en belast bent. En dat je over een tijdje hier staat te vertellen wat Jezus gedaan heeft in de komende weken. Hij zegt, als je komt, ik zal je rust geven. En dan verderop in Matteüs 28, maar de engel zei tegen de vrouwen, wees niet bang. Ze waren bij het graf, bij het open graf, want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is. Maar hij is hier niet, in dit graf. Hij is opgestaan uit de dood, zoals hij van tevoren heeft gezegd, kom maar kijken waar hij gelegen heeft. En ik wil het tegen jullie vanavond zeggen. Het graf is leeg. En dat is goed nieuws. Want als het graf niet leeg was, had Jezus dan de kracht om jouw problemen te helpen overkomen. Hij was dan dood. Maar hij leeft. Goed nieuws. Jezus is waarlijk opgestaan. Dat vieren we met Pasen. En nu is hij terug in de hemel, maar hij zegt nog steeds kom. En er zijn een paar teksten in de Bijbel die daarover spreken. Joël 2 zegt, kom terug bij mij. Dien mij met je hele hart. Laat zien dat jullie werkelijk spijt hebben van alles waarin jullie mij ongehoorzaam zijn geweest. Jesaja 44, vers 22. Ik blaas al je gehoorzaamheden weg als mist, als een wolk. Ik blaas het weg. Kom weer bij mij terug, want ik heb je gered. Matteüs 25, vers 34. Het wordt steeds mooier. Dan gaat het over het beërven van het koninkrijk. Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor jullie bereid is vanaf de grondlegging van de wereld. En tot slot, Matteüs 22. Zie, mijn maaltijd is klaar, mijn ossen en mijn mesvee zijn geslacht. Alles is klaar. Kom naar het bruiloftsfeest. Samengevat, God zegt, kom, door zijn hele Bijbel heen. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan, waar hij zegt, kom, als een uitnodiging die op je deurmat valt. Kom om Jezus te aanbidden. Kom, let us adore him. Kom als je moe bent. Kom terug bij mij. Kom, laat je redden. Kom, beërf het koninkrijk. Kom naar het bruiloftsfeest. En als je dan de ABCD langs gaat, dan zijn we bij de A en dan maak jij misschien een overweging. Die leidt tot inzicht. Waarop je je beslissing baseert. En misschien zeg je wel, net als zo'n klein kind, ja, dat wil ik niet. Zelf doen. Misschien zeg je wel, ja, maar ik ben zo'n slecht mens. Ik heb zoveel gedaan. En ik heb zoveel gelaten wat ik had moeten doen. Misschien zeg je wel, maar ik ben helemaal niet zo zeker van mijn zaak. Wat als ik afgewezen word door die God? Misschien angst, het bevriest je. Wat als ik die beslissing neem? Wat gebeurt er dan? Of teleurstelling, no way, niet nog een keer. Op een dag in mijn leven, denk ik, 20 jaar, zoiets geleden, was ik op een christelijke conferentie. Maar helemaal niet omdat ik zo enorm met God wandelde. Ik was juist op zoek. En ik was op zoek niet zozeer naar de waarheid van het evangelie, maar mijn plek. Wie ben ik eigenlijk voor God? Ziet hij me wel? Kent hij me wel? Van mijn ouders heb ik geleerd om heel erg naar anderen om te kijken. En er zijn veel anderen met problemen. En ik had de indruk, God is met die mensen bezig. En dat is geweldig, daar bidden we voor. Maar terwijl ik daar liep, en ik weet nog, ik ging bijna de boekentent binnen. Toen hoorde ik in mijn geest, wieberen, wieberen, wieberen. Tot 3 keer toe hoorde ik mijn naam. En toen wist ik, de Heer kent mijn naam. De God der goden, de Almachtige, de Heer der Heren. Degene die over de tijden gaat en over de plaatsen. Je kent mijn naam. En vanaf die dag wist ik dat ik een zoon was. Een zoon ben.
in zijn koninkrijk, niet alleen maar een dienaar. Ben jij een zoon? Hij zei, kom Wibren. Misschien moet je het even hardop zeggen. Kom, en dan je naam. Kom. Kom Jorald. Kom, zeg het maar. Zeg het maar hardop. Kom. Kom, zeg het maar. Kom. Dit is wat God over je zegt, wat je nu uit je eigen mond komt. Kom, kom naar mij. Weet je, ik heb besloten Jezus te volgen. Geen weg terug. Geen weg terug. Ik heb besloten, de B van de ABCD, ik heb besloten Jezus te volgen. Geen weg terug. Wat ook gebeuren mag, daarna. No turning back. Ik aanvaard elke consequentie. Waar ben jij momenteel? Waar ben jij op dit moment? Als God nu zegt, kom, en je hoort je naam. Waar roept hij je dan vandaan? En wat is je reactie? Weet je wat zo mooi is? Als we verlangen naar God, mogen we zelf ook hem uitnodigen en zeggen, kom Heer Jezus, kom. Want uiteindelijk, in de Openbaring 22, gaat het over Gods geest en de gemeente. De laatste versen van de Bijbel, die spreken hierover. En daar staat de geest en de bruid dat zijn wij, dat is de gemeente. Die zeggen samen, kom. En laat wie het hoort zeggen, kom. Wie dorst heeft, laat hij komen en voor niets drinken van het levende water. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En dan antwoorden wij weer, amen, ja, kom Heer Jezus. Wij zeggen, kom tegen hem. Hij zegt, kom tegen ons. En weet je, hij komt ook. Afgelopen week waren we bij Marga. Zij heeft een operatie gehad en toen nog twee operaties die niet gepland waren. En we waren daar en we hebben geworshipped. We hebben voor haar gebeden en we waren gezalfd. Ze had haar hand zo liggen en ze deed mee. En haar oog bewoog en haar lippen ook. 'S Avonds was Hinke daar. En ze zei achteraf, ik ervoer nog dat God daar nog steeds was. Bij dat bed. Op de medium care. De aanwezigheid van God. Was er nog steeds. Weet je, wat meer heb je nodig in het leven? Ook al hangt je leven aan een zijden draadje. Dan de aanwezigheid van God. Is er iets anders nodig? Dan alleen God. En ja, ik spreek over Marga. Ze zal opstaan. En ze zal weer lopen. Ze zal genezen in de machtige naam van Jezus. Als je kijkt, Marga, in Jezus' naam. Genees. Maar weet je, het mooiste heeft ze al. Ze prijst de Heer. En de aanwezigheid van God was daar. En ik denk helemaal niet eens omdat Maya en ik daar waren en Jacqueline. Maar omdat Marga, zijn dochter, ligt daar in een ziekenhuisbed. Weet je, Jezus kwam op aarde in die kribbe om het eerste probleem van de twee op te lossen, namelijk de scheiding tussen God en mensen. En hij komt terug om het tweede probleem op te lossen. Het probleem van de duisternis en de dood. Om die uit de weg te ruimen. Voor altijd. En daar bidden we vandaag voor. Heere Jezus, kom terug. En dan staat er in Openbaring 3, vers 11. Ik kom gauw. Ik kom gauw. Houd vast aan je geloof.
Zorg dat niemand je beloning afneemt. Ik las een mooie quote van Godfried Bomans. Men gaat op reis om thuis te komen. Weet je, ons leven is een reis. En we zijn onderweg. Maar we zijn vertrokken uit de hemel. En we zullen weer thuiskomen in de hemel. Want dat is onze echte thuis, lieve mensen. Deze aarde is een tijdelijke plek. Waar we het goed proberen te doen met elkaar. En de Heer wil gevonden worden. En Toon Hermans, een andere quote. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Maar nu is de tijd van gaan gekomen, zegt hij. Nu is de tijd van gaan gekomen. Het is tijd om te gaan voor Jezus Christus. Om te gaan staan en te zeggen, ja Heer, ik geloof. Ik was een aantal jaar terug, was ik in deze zaal en toen ervoer ik ook die vader. Die zei, ik verlang zo naar mijn kinderen. Maar Heer, zei ik, u kunt toch alles. U kunt toch deze kinderen allemaal aanraken op hun plek. U kunt ze geven, u kunt zichzelf openbaren. Ja, zegt hij, dat kan ik, maar ik heb mezelf beperkt om het te doen. Ik zeg, hoe komt dat, Heer? Hij zei, ik werk alleen door geloof. Ik kan alleen maar werken door geloof. Zo heb ik het gemaakt. En daarom is het zo belangrijk, lieve broer en zus, dat je Jezus Christus gaat toelaten als hij zegt, kom, in je hart, door in hem te gaan geloven. Tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Markus 1 vers 15. Ik wil je oproepen om te geloven en opnieuw te geloven. En laat je niet weerhouden. Deze tekst raakte me diep. Het staat in Jesaja 1 vers 18. Kom, laat mij over jullie recht spreken, zegt de Heer. Jullie daden zijn zo rood als bloed. En dan denk je, wat? Is dat een mooie tekst, Wieberen? Mijn daden zijn zo rood als bloed. Als mijn gedachten en alles wat ik gedaan heb in mijn leven verteld zouden worden, dan zou ik wegteren van schaamte. Mijn daden zijn inderdaad zo rood als bloed. Maar dan staat er. Toch zullen ze zo wit worden als witte wol, als sneeuw. Is dat niet fantastisch? Dank u wel, Jezus. En misschien zeg je wel, ja, maar Wieben, ik ben best wel een goed mens. Maar de Bijbel zegt, iedereen heeft gezondigd en mist de glorie van God. Maar door de genade van God zijn wij omniet gerechtvaardigd door het offer van onze Heer Jezus Christus. Herken je jezelf? Ben jij iemand die zegt, ik kom eigenlijk nooit in een kerk. Ik zie mezelf niet als gelovig. Maar ben je geraakt door de aanwezigheid van God hier als we zingen? Ik weet niet of jullie het hebben gemerkt, maar ik had continu, kwamen de tranen in mijn ogen tijdens het zingen van de glorie van de Heer. Misschien zeg je wel, Wieberen, die Jezus wil ik ook voor mijzelf. Misschien ben je gelovig en kende je hem al, maar ben je afgedwaald. Ben je ongeïnteresseerd geworden? Koud. Of misschien heb je in zonde gewandeld. Of je hebt je hart nooit aan Jezus gegeven, maar dat wil je wel. Ik ga een oproep doen. Weet je, bedenk dit. Allerbelangrijkste keuze in je leven. Stel die niet uit. Als je vanavond naar bed gaat, welverdiend na een mooie dag. Je legt je hoofd op je kussen. Sluit je ogen om ze nooit meer te openen. En je weet wat ik bedoel. Waar ga je dan heen? Weet jij waar je heen gaat? Weet jij waar je heen gaat? Maak dan nu je ABC'tje. Neem een beslissing. Een levensreddende, superbelangrijke beslissing. Als jij Jezus uitnodigt in je leven, wordt je leven schoongeveegd. Als jij Jezus uitnodigt in je leven, kom je tot leven door zijn geest. God verlangt naar je. De Johannes 3 vers 16 staat,
Want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wil jij door deze Vader geliefd zijn? Wil jij door deze Jezus gered worden? Dan is dit misschien jouw moment. Wil jij eeuwig leven met Jezus? Weet je, misschien willen jullie allemaal je ogen sluiten, even en je hoofd buigen. En misschien zijn er mensen in de zaal over wie dit gaat. Die zeggen, ja, Wibrum, je hebt het over mij. Dan wil ik je straks vragen je hand op te steken. En mij even aan te kijken. En zeggen, ja, sluit mij in. Dat simpele, die simpele keuze voor Jezus Christus. Ik wil dat. Mag ik je hand zien als je zegt ja? Mag ik je hand zien? Steek snel je hand op. Ja, dankjewel. Ik heb je hand gezien. Bevestig je keuze, lieve broer. Zijn er nog meer mensen? Ja, daar achterin zie ik twee handen. Dankjewel voor je keuze. Ik bevestig het. Dankjewel. We gaan straks bidden voor je. Gewoon op je plek. Mag je gewoon op je plek blijven. Ik wil niemand gemist hebben. Wil jij voor Jezus Christus kiezen? Het is een ontzettend belangrijke keuze. Ga vanavond niet naar huis. Het is geen toeval dat je hier bent. Ga vanavond niet naar huis zonder deze belangrijkste keuze te maken. Ik kijk nog een keer rond. Ja, dankjewel. Ik heb ook jouw hand gezien daar. Bevestig je keuze. Ik heb ook jouw hand gezien. Ik bevestig je keuze. Voor het eerst of opnieuw. Steek je hand omhoog. Zijn er twee handen. Ik heb je hand gezien hoor. Als het jouw hand is die omhoog stak, dan bevestig ik jouw keuze. Wauw, zullen we met elkaar gaan staan? En samen dit gebed bidden met hen. Dit is het gebed om je te brengen tot God. Vader. Zeg mij maar na. Vader. Ik heb in zonde gewandeld. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Maar ik bekeer me van mijn zonde. En van mijn dwalen. En ik keer mij naar u. Jezus Christus. Ik heb u nodig. Ik geloof in u. Dank u, Jezus. U bent gekruisigd. Voor mijn zonde en schuld. Ik ben vergeven. Lieve Vader. Ik geloof, ik ben nu uw kind. Ik ben door u geliefd. Ik heb eeuwig leven, samen met u. Heer Jezus, u bent mijn redder en Heer. Ik wil u kennen, ik wil u volgen. Ik geef mijn leven aan u. Heilige Geest van God, vul mij. Help mij. Vuur mij aan. Amen. Amen. Een applaus voor deze dappere mensen. Wauw, 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 wauw. Er is feest in de hemel over deze keuzes. Er is werkelijk waar feest. En we gaan dat feest nu nog uitbouwen samen met deze aanbiddingsband. En ik wil ook zeggen tegen de mensen thuis. Ik kan niet hebben gezien of jij je hand opstak. En of je bent gaan staan om te zeggen, ja, sluit mij in. Maar jij bent ingesloten in dit gebed. En als je die keuze hebt gemaakt, laat het alsjeblieft weten. Zet het in de chat. Stuur even een mailtje naar info@rafelamersfoort.nl. Of spreek een broer of zus aan. Maar kom terug in de armen van God. Kom terug. Laten we hem aanbidden, jongens. Amen.
scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen hier. Bij u wil zijn elk moment. Voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik herkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. Hemelse Heer, u die hoog en verheven bent, koning vol glorie en macht. U bent als een kind naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af. U wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik herkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig.
Jezus een geweldig applaus geven. Doorgaan. Ja, yes. Ja. Kerst 2023. Een voorproefje te hoe het in de hemel is. Dank u weer dat we bij u mogen zijn. Ja. Ja. Ik ga zo de dienst afsluiten. Hoe zou je nog denken? Een mooi woord van Wieberen. Wauw. Kom. Kom bij me, zegt Jezus. En we hebben veel mensen gehoor gegeven. Maar we ook, het speelde door mijn gedachten. Kom naar huis. En ik weet niet hoe je zit. Misschien ben jij wel degene die Jezus wel in zijn hart kent. Maar dat je misschien wel worstelt met je thuis. Misschien heb je je hand niet opgestoken. Maar zit je misschien wel te worstelen. Wat is met thuis? En ik kom hier al een tijdje in deze gemeente. En wat ik echt geweldig vind in deze gemeente. We hoeven geen kerk te spelen. Als je ergens anders een thuis hebt, wauw, we zegenen je. Maar we gunnen iedereen een thuis. Als dit voor jou is, laat het niet voorbij gaan. Kerst 2023. Dat het niet een eenmalig mooie kerstnachtdienst was. Je kent Jezus, maar wat zit thuis? Goed om te weten, zometeen staat ook ons ministry team klaar. Als je gewoon verder wil spreken, over het spreken, over wat God jouw hart heeft gedaan. De mensen rechts van het podium staan. Wat dan ook. Als je gewoon wat wil uitspreken, samen wel bidden. Ze zijn er voor jullie. Laat het niet voorbij gaan. Kerstnacht. Wat ook heerlijk is om samen te komen. En dat doen we al. Maar ons feestje is nog lang niet over. Ik weet of sommigen van jullie al een of andere mooie fotoboot hebben gezien. Ik heb een pakje aangetrokken. Misschien jullie ook wel. Misschien is het juist leuk om met elkaar die foto te pakken. Wat een heerlijke gelegenheid. Misschien wil je wel met Wieberen op de foto. Of met Maya. Hè? Ik zou de kans pakken. Ik zou hem gewoon uitnodigen. Sorry Wiep. Ik zou het gewoon doen. Nee, maar heerlijk, want we gaan. Er zijn allemaal mooie, heerlijke hapjes. Volgens mij gaat er een of andere frituurpan aan. Iets met bitterballen. Nou, ik vind het echt geweldig. Geen bitterballen erover, maar gewoon uit de frituur. Heerlijk. Wat zeg je dan, Michel? Ja. En ook voor degenen die hun hart aan Jezus hebben gegeven. We willen je ook gewoon niet zonder begeleider gewoon weg laten gaan. Als jullie zo meteen de zaal uitkomen. Links van je staat een mooie stand. En dan krijg je een mooi pakketje van ons. Gratis voor niks. En helpt je gewoon op weg voor de komende dagen. En gewoon heerlijk met Jezus. Gewoon op weg te gaan. En laat die kans niet voorbij gaan. Even wat praktisch. Het mooie vak links. Sorry jeugdige vrienden. En iets minder jeugdige vrienden. We gaan jullie mooie vak even opstapelen. Dus pakken we je stoel. Zet even de stoel aan de kant. Zodat we ook gewoon dit gedeelte kunnen hebben. Om heerlijk samen te zijn met een hapje en een drankje zometeen. Om elkaar te ontmoeten. Dat gaan we zo meteen doen. Want eigenlijk, ik heb namelijk nog helemaal geen zin te stoppen. Dus we gaan nog lekker een liedje zingen. En we gaan God aanbidden. Ja. Ik word al gecorrigeerd. Als het goed, als je het goed vindt, wil ik je gewoon de zegen meegeven. Ik snap dat het enthousiasme daar is om meteen aan het werk te gaan. Ja. En ik wil de dienst afsluiten. Zullen we dat met elkaar doen? Heer Jezus, u komt alle eer toe. U komt alle eer toe. Heer Jezus, het gaat ons niet om kerstfeest vieren, Heer, om lekker te eten. Maar het gaat om te denken aan u, Heer, wat u voor ons heeft gedaan. Om u alle eer te geven, Heer, die u toekomt.
Dank u, Jezus, dat u mijn Heer bent. Dank u, Jezus, dat u onze Heer bent. En dank u, Jezus, dat u, ja, u zichzelf heeft laten zien aan zoveel mensen vanavond. Dank u wel dat we elkaar hebben. En dat we met elkaar mogen optrekken. Heer, dat u de gemeente als een gift aan elkaar heeft gegeven. Heer, we danken u, Heer, ervoor. Heer, we mogen ervan genieten zo meteen. Heer, dank u wel voor wie u bent in ons leven. En dank u wel, Heer, dat u ook straks bent. Heer, als u met ons mee naar huis gaat. En morgen en overmorgen. Heer Jezus, we woorden komen tekort, Heer, om u te danken. We loven, we prijzen uw naam. Heer, we willen elkaar ook niet weg laten gaan, Heer, zonder elkaar te zegenen. Heer, wilt u met ons meegaan? Ja, in de wetenschap, Heer, dat u er altijd bent. Dat u 2000 jaar geleden, Heer, naar de aarde kwam om bij ons te zijn. Heer, u bent vandaag de dag nog steeds bij ons. En we zegenen elkaar, Heer, met uw aanwezigheid, de intimiteit, met uw Heilige Geest. Dank u, Papa God, dat u van ons houdt. En dat u altijd bij ons bent, waar we ook zijn. In Jezus' naam. Amen. Gaan we God aanbidden? Amen.
go tell it, go, go tell it. 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 Go, go and tell it. My mind, he saved me. Come on, just in time. I've got to place his name. Each time it's just the same. Come on and praise him. Look what the Lord has done. Look what the Lord, look what the Lord, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. I'm gonna praise his name. Each day he's just the same. Come on and praise him. Look what the Lord has done. Come on and praise him. Come on and praise him. Look what the Lord has done. Come on and praise. Come on and praise him. Look what the Lord has done. Go tell it, go, go tell it. 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 Go tell it, go, go, go tell it. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born.